Done. Zo. Goedemiddag. We zijn inmiddels bij stop 1. Hallo Suus, hoe ben je vandaan? Jij was in de kelder wat aan het opzoeken, begrijp ik. We zijn bij Van der Valk Schiphol. Onze kamertje. Als één zich doest, dan kun je de twee kanten afdraaien. Dus kunnen we met z'n vieren tegelijk kan je wassen. Mijn eigen terrassie. Maar dit is dus onze kamer op Schiphol. Je zou maar zeggen, de vakantie is officieel aangevangen. Zitten er nou ook USB-aansluitingen? Volgens mij wel. Ja, twee USB-laders hier zo, bieden die ook? Ja. Eigen televisie, oh nee. Dat... Nee, we hebben wel gezamenlijk televisie. Wel mooi, zo'n leuk modelletje. Ja, en echt een tweepersoons bad. Is het veilig? Kan ik... Iedereen een eigen armleuning. Je dringt voor. Dring ik voor? Ja. Ik zit hier te vloggen, ja? Ja. Oh. In de badkamer. Oh, netjes. Douchie. Badje. Leuke kraan. Ja. Douchekabine. Nou, dus hier slapen we dan wel maar één nacht, maar... Het is in ieder geval een begin. Dus, het is een koffiemachientje, lekker. Je hebt van haar een meisje in de bus gekregen. Wat is er dan? Wat wordt de tijden? Ja, die zijn ook bij de bus zelf, hè? Ja. Dat is allemaal niet zo heel bijzonder. Nee. 40 en 20. Ja, steeds 40, 20 inderdaad, ja. Dus, nou, vind je ervan, Suus? Goed gekeurd al de eerste nacht, zo? Dit wel. Nu de rest nog. We hadden wat problemen met inchecken. American Airlines... Doet vervelend. Maar dat, hopelijk komt dat zo nog goed. En zo niet, dan horen jullie dat zo zelf. We gaan zo op ons gemakje richting Schiphol. Goedemorgen. Met standaard. Het dingetje van iedere reis eigenlijk. Met McDonald's ontbijt. Ik ben de douane door. Mijn vader moet zo nog een extra check. Geen idee waar. Ik denk bij de gate. Ja, in de bus dan denk ik misschien, ik weet het niet. Ze hebben zich gisteren mama heeft tegen gezegd. Maar we zijn in ieder geval het land uit officieel al, zeg maar. Dus we gaan zo... Zelfs ik mocht het land uit. Onze koffers waren niet ingecheckt. Dat was onze schuld natuurlijk. Lag helemaal niet aan het feit dat het ons niet gevraagd is. Jawel. Waar dan? Ik ben ook bij die dames die... Nee, bij het inchecken is dat niet gevraagd. Nee. Het systeem heeft niet gevraagd of we koffers hadden. Maar goed, het is ook goed gekomen. Dus we gaan... Lekker even eten. Even een hapje eten, zo bijna op ook. Kijken hoe ver we komen. Nou, het ontbijt is gebutcherd. En hebben ze koeken? Wat voor koeken hebben ze gehaald? Ze wilden koeken. Waffles. Waffles. En kano's. Lekker doen. Ik hoorde net uit zeer betrouwbare bron dat Suus liever achter jullie wil zitten. Oké. En als je een beetje langs. Het staat op video, hè? Dat... Maar we zitten nou een stuk dichterbij, dus we hebben nou al die winkels niet. Tenminste, we zijn er nog niet, maar we moeten naar gate G. En we hebben een busgate. En nou ben ik dat wel gewend met... kleinere vluchten en kleinere luchthavens, maar hier nog niet. Dus ik ben heel erg benieuwd, want we worden met de bus naar het vliegtuig gebracht. We gaan het zo zien. We zijn nu de krochten van Schiphol aan het betreden. Oh? Oh?
Ook nog toiletten, ja hoor. Oplaadpunten. Zit in zijn oude hangar of zo? Aan de dingetjes van de noodtent. Eerder. Dus. Ik zie daar stoeltjes, daar gaan we lekker zitten. Ja joh. Dat is onze gate. Wat moeten we indingen, ze? Hier zo meteen vliegt erin. We gaan dus nu onderweg naar het vliegtuig in de bus. Ja. Vervelend hoesje ook. Nee, van die zal het zijn. Ik zie daar een merk. Dat zal onze. Denk je, we worden naar 16 over. Nee, dat zijn net twee Americans. Dat zijn net twee Americans. Een van die twee zal voor ons zijn, denk ik. God. Wat voor toestellen? Kuttoestelletjes. Vanavond om deze tijd. Zijn we er. Kwalitatief. Of er liggen stukjes op de grond. Dat kan niet, in het water dan. Is zwemmen, zwembandjes bij je? Altijd. Dat is de tijd daar. In Amerika. Zwembandje. Dat is de tijd uit Amerika. Ah ja. 4:15 morgens. Afgerond naar beneden. Over 3 weken, ja. Ja, dan moet je weer vragen. We gaan het zien. Grijs. Ja, maar niet die. Niet zo. Nee, die, een van die twee die hier staat. Achter die van United. Tot de volgende keer inderdaad. United is ook maar klein. Groot zat. Je kan ook met een vliegen kunnen met een roze, met een lift omhoog. Ja, maar naar Amerika, dat is het. Oh, deze motor draait al zachtjes. Nou, zit ze, heb je zin om? Waar zit ze? We hebben geen entertainment gehoord. Voor alle vliegtuigen die ze hebben. Niks, alleen dit. We gaan het zien. Nou, we hebben het gewoon weer geflikt, zeg maar dit keer door een technisch defect. Suus, haar stoel, wat was daarmee, Suus? Die ging gewoon naar achteren. Die lokte dus niet. Die dat je als kind zitten, dan ging het achteren. Als Suus dus inderdaad ging leunen, dan ging heel die leuning ging mee. Dus we hebben netjes gevraagd van, joh, is er een andere plek in het vliegtuig? Ja, zegt die meneer, daar, die hele rij is leeg. Die hele rij is leeg. Dus we hebben weer een plekje tussen ons in. En vervolgens blijkt er nog een plekje naast ons te zijn, wat ook leeg was. Zei die meneer van, mevrouw, bent u alleen? Ja, er is daar ook een plekje. Dus mijn ouders hebben dezelfde situatie. En mijn moeder is daar wel blij mee, geloof ik. En mijn vader geloof ik ook wel. Dus dat u een rij hebt, zeg maar weer. Dus ja, we hebben geen onboard entertainment. Maar ik heb genoeg in mijn telefoon staan. Dus dat, we gaan zo aan de taxi. Ik ben heel erg benieuwd. Nou, zijn we. Hey, hoort. Ik ga het allemaal een beetje niet meer. Ik mag geen middelvinger opsteken voor jou, maar...
We hebben inmiddels een uur. Ruim een uur, ja. Ruim een uur vertraging. Er wordt bijna niks omgeroepen. Af en toe dat ze iets gefixt hebben en dat ze weer tijd nodig hebben. We hebben net een bekertje water gekregen. Ik had al een kapotte stoel. Ze konden hem al niet vinden met inchecken. Ik nooit meer. Dus ik hoop dat we in ieder geval vandaag nog gaan. De overstap gaan we waarschijnlijk niet meer halen. Maar we zien het wel. Keep you posted. Nou, het eten is er. Dit is Chapeau's Bar met gehakt tomatensaus en pesto en aardappeltjes, een lekkere salade erbij, focus salade, cherry crumble cake, crackertjes, een broodje, basquerie, Griekse water. Dat heb ik zelf, hè, Suus? Ik geloof dat mijn ouders pasta hebben. Is de pasta ook lekker? Ja? Heerlijk, echt fijn. Nee, hoeveel grapje, dat is ook lastig, maar ik geloof je op je woord. Ben je nog een drink van mij? Nee hoor, geloof ik wel. We gaan het ook weer ook drinken. Ook. Lekker. Dus eet maar. Ongeveer een uur van het wandelen vandaag. We krijgen net onze lichte snack. Wat zijn het? Ik zie je spergetjes. Super cute, kijk hoe leuk hoe klein. Dus even kijken wat dit is. Kom maar. Ja? Lekker. Wat zou jij doen? Iets wider. Telo. Nou, we zijn er hoor. Dan denk je alles gehad te hebben op Philadelphia. Hebben we ook nog wel een alarm gehad. Ja, dat was er ook nog even. Op het moment dat wij aan het boorden waren, ging het alarm af. To terminal. Hier zo. Maar we zijn op Tampa. En hier hebben ze ook dezelfde treintjes als op MCO.
gelukkig. Ik moet alleen nog de auto halen, huren halen. Ik heb wel heel veel gezet. En naar het... ja, we hadden onweer mooi onderweg, zeg maar. Nou, naar het hotel. Nee, ik heb zonlicht gehad aan mijn kant bij de hele rit. Nou. Gaan we rennen? Ja, doe maar even. Ja, joh. Caution, do not enter. Nee. The doors are closing. Please leave for the next train. Caution, do not enter. The doors are closing. Please wait for the next train. Omdat wij het heel erg leuk vinden in de auto, doen wij zwaaien. Toch? Ik ben nog niet op de snelweg al gas af te nemen, best gevaarlijk. Nou, maar jij zegt het is een vervelende zo, en ik zie de bocht zo gaan, de streep zo gaan. Aan het einde van de weg. We zijn aangekomen gisteren. Dit is alweer een dag later, zeg maar. Sorry voor de rommel. Maar we waren binnengekomen. En we zijn eigenlijk gelijk spullen gekeken of alles in de koffer zat. En in coma geslagen. Maar dit is onze rommelige kamer. In het hotel. TV'tje, leuk. En een schilderijtje. Spiegeltje. Mijn moeder gaat net naar de wc. Dus ik ga ook even laten zien. Dus koffertjes. Susje is er klaar voor. En ik. Bennen zijn comfortabel, maar hellen naar het midden. En een beetje smal. Zelfs voor onze dingen, zeg maar. Wat zag je? Een quasi? Suus zag de quasi. Hé, bij het zwembad? Ja. Niet te hard? Oh, dat is Busch Gardens, daar gaan we straks naartoe. Maar die houten achtbaan die doe ik niet meer, hè? Dat weet je. Bedankt, Facebook. Sorry voor die herrie er even tussendoor, maar goed, dat is, krijg je als je met je telefoon filmt, zeg maar. Het zwembadje, mijn vader staat beneden even met het zwembad te kijken, gezellig. Het begint al goed op te staan, zeg maar, iedereen gaat naar zijn werk. En wij zijn vanaf 4 uur op vanmorgen. Dus we gaan er een. Papa is er bij het zwembad. Een leuk dagje om te maken. Gaan we even een tandje poetsen zo. De badkamer stelt niet heel veel voor. Maar it gets the job done. We hebben een douche. We kunnen eventueel in bad. We hebben een ventilator die heel veel herrie maakt. En een wc. Prima. Groot te doen. Welke herrie? Van die airco. Oh ja, en de motor ook. En een wasbak met redelijk wat ruimte, een koffieapparaatje. Dus hier kunnen we voorlopig vannacht nog even een nachtje vertoeven. En dan gaan we morgen richting Cabrera Bay. Maar eerst nog een dagje Busch Gardens.